Dag beste kijker en welkom bij deze vierde Resurrectie-video over de Galatenbrief. Bij ons in de studio nog steeds professor Raymond Bieringer. Paulus heeft juist een kritiek geformuleerd op een al te sterke nadruk op bepaalde details van de wet die er dan worden uitgelicht. Maar wat komt daar dan eigenlijk juist tegenover? Wat stelt Paulus tegenover die al te wettische benadering, professor? Wel, dat formuleert hij in het vijfde hoofdstuk, dus in eigenlijk leven in de geest. Ja. En hier is misschien een kleine verrassing, omdat meestal zijn wij gewoon Paulus zeer christocentrisch te lezen. We zijn gewoon dus Paulus altijd te lezen in het licht van de Christus die hij in zijn Damascus-ervaring persoonlijk heeft ontmoet. En Paulus is zeker zeer sterk geconcentreerd op Christus. Leven als Christen is bij Paulus en Christo, in Christus. Is dus in verbondenheid met Christus leven. En hij zegt ook in de Galatenbrief dus zeer duidelijk in hoofdstuk 2, vers 20, met Christus gekruisigd. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Heel mooie Christocentrische uitspraken. Maar niettemin wordt die centraliteit van Christus eigenlijk ook in een evenwicht gebracht door een concentratie op de Heilige Geest. En dat is in veel brieven van Paulus zo. En dat is eigenlijk een ontdekking. Ik heb lang Paulus bestudeerd zonder dat eigenlijk te weten. In een zekere zin, op een bepaald moment ben ik erop gekomen en was verrast hoe belangrijk eigenlijk dat aspect van de Heilige Geest, van leven in de Geest is. Omdat hier in deze context geeft dat aan Paulus de vrijheid om zich dus niet door een bepaalde manier van de wet te benaderen, te laten slaaf maken. Ja. Dus het is natuurlijk de tegenstelling tussen slavernij en vrijheid. Maar opnieuw, men mag zeker niet zeggen, Jodendom dat is slavernij en Christendom dat is vrijheid. Nee, men heeft binnen het Jodendom ook een zekere vrijheid als de geest aanwezig is. En men heeft ook binnen het Christendom altijd weer opnieuw het gevaar van dat wettische, van al dat men denkt dat het heil komt door het gewoon letterlijk volgen van bepaalde voorschriften of van bepaalde teksten. Dus dat gevaar is er altijd. Maar dus voor Paulus is natuurlijk door Christus en door de geest toch niettemin iets nieuws gebeurd. En hij maakt dat dan ook heel concreet. Dus de vruchten van de geest die hij beschrijft, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid. Dus de Heilige Geest wordt dikwijls zo'n beetje gezien als een groot abstract principe, maar Paulus maakt het hier zeer concreet. Inderdaad. Het is dus die concreetheid van al die wenselijke, positieve houdingen en dingen die hij opzomt. En tegelijk denk ik ook is de geest diegene die, om naar de vorige video terug te gaan, het ook mogelijk maakt vanuit Galaten 3:28 dat dus de mensen één zijn in Christus. En dat dus al die heel grote verschillen die in deze tijd een zeer belangrijke rol hebben gespeeld, die hij dan noemt als Jood en Griek, slaaf en vrije, man en vrouw, dat die eigenlijk als zodanig niet opgegeven zijn, helemaal niet. Paulus weet dat die er nog altijd zijn, maar dat die geen rol meer spelen uiteindelijk om voorrechten te verwerven en dat soort dingen. Maar dat alle mensen gelijk moeten zijn in de geest, in die vrijheid die de geest geeft. Ja. Zo, de vrijheid van de geest leidt ons nu jammer genoeg al naar het einde van deze video. U wens ik thuis alvast veel vruchten van die Heilige Geest. En graag zien we u terug voor het vervolg in deze serie.